Hoi allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag laat ik mijn kerstcadeautjes zien. Ik heb het allemaal in deze kartonnen doos zitten. Ik heb kerstavond gevierd, nou eigenlijk kerstochtend, want ik heb eerst kerst gevierd en tweede kerst. Trouwens, misschien horen jullie wel zo... Zo heet, ja, ik kan het niet echt nadoen, maar... Dat is de wasmachine, want die staat aan en ja, dat is gewoon echt super irritant. Maar goed, ik heb dus 3 keer kerst gevierd en ik ga jullie nu mijn cadeautjes laten zien. Als eerst, deze heb ik niet in de doos zitten, ja, omdat ik een beetje bang was dat het in de knoop ging. Maar dit is een kettingtje met een hartje hier. Ik vind het echt een heel leuk kettingtje. Het is echt een heel dun draadje, zoals je misschien wel ziet. Deze komt van de Lucardi. En wat ik hier ook gewoon zo leuk aan vind, is dat het hartje, het hartje in de ketting zit. Want bijvoorbeeld de ketting die ik nu aan heb, zit het hartje los. En nu raak je sowieso het hartje niet kwijt. En bij deze ben ik al een keer mijn hartje kwijtgeraakt. Dus ja, ik vind deze echt heel erg leuk. Dan heb ik een verfgel van L'Oréal Paris. Ik had het niet gevraagd, maar ik vind het toch wel een soort van gaaf of zo. Maar aan de andere kant, ik had dan liever na 1 spoeling dat het eruit was. Want dit is 2 weken. En ja, dat is wel heel lang. En ja, ik denk dat ik dit gewoon in de zomer ga doen of zoiets. Want ja, ik denk dat ik dat toch wel het leukst vind. En dan doe ik een beetje de puntjes of zo. Maar... ik zie het allemaal nog wel hoe ik het ga doen. En laat natuurlijk zeker eventjes achter of ik hier een testvideo over moet maken. Want dan ga ik dat zeker doen. Ik heb als volgende heb ik een luchtje van Black Vanille. En 7 uur de toiletten voor hair of zoiets. In ieder geval deze. Ik heb hem ook in het paars of zo. Daar staat Iris op. Dat is dus deze. Zo ziet hij eruit. Ik vind hem echt heel lekker ruiken. Hij is niet sterk. Hij is niet zoet. Hij is gewoon echt perfect. Dan heb ik een giftcard gekregen van Isbori. Deze zat eerst in het kartonnetje. Maar dat kartonnetje had ik per ongeluk weggegooid. En daarbij zat 5 euro korting bij besteding van 25 euro. Ja, vind ik ook wel fijn. En dan heb ik van de Lucardi ook nog een heel mooi horloge gekregen. Ik vind hem echt zo mooi. Hij is een rosé. Zo noem je dat toch? Rosé. Rosé, ja. In ieder geval, dit is het horloge. Ik vind hem echt zo mooi. En hij heeft een sluiting zoals die onderwater horloges. Of hoe je dat ook noemt. Ik weet niet zo goed. Toen ik hem voor het eerst aan is dat hij echt precies net goed. Dus ik vond hem net iets te strak eigenlijk zitten. Want ik had het soort van het gevoel dat er druk stond op mijn aders of zo, op mijn pols, ik weet het niet. Maar mijn vader die deed gewoon iets en hij was gelijk iets groter. En dit is hem, ik vind hem echt zo mooi. Als volgende heb ik een bioscoopbon. Ik vind een bioscoopbon super handig en ja, tegenwoordig draaien op zich nog best wel leuke films. Trouwens, ik ben naar Jumanji geweest en het is echt een aanrader, want hij is leuk, grappig en... ook een beetje verdrietig, maar ik zou er echt naartoe gaan als ik jullie was. Nu heb ik hier een kaart. Ik weet niet meer wat erin zat, maar volgens mij was het, ja, ook een bioscoopbon. Heel blij mee, want dan kan ik 2 keer naar de bios zonder dat ik hoef te betalen natuurlijk. En ik heb nog een oogschaduwpaletje gekregen van NYC. Ik vind het echt een heel gaaf plekje, want deze kleuren heb ik nog niet. Dan heb ik het dagboek van nummer 7. Ik heb alle boeken al tot en met 8. En ja, ik vind het echt hele leuke boeken en je hebt ze best wel snel uit. Dus en aangezien ik ook nog dyslexie heb, is zo'n boek veel makkelijker voor mij om het te lezen. Dus. En ik heb ook deel 8. En ja, die ga ik zeker lezen. Dan heb ik ook nog oortjes gekregen. Zoals jullie weten, was in mijn verjaardagsvideo, had ik ook oortjes gekregen. Maar die ben ik dus kwijtgeraakt. Echt gewoon fucking snel. En het was echt niet leuk. Want toen moest ik weer met mijn oude. Alleen die kan ik niet te hard zetten. Want dan hoor je die juist. En hier zijn mijn oortjes. En love it. Ik heb ook een super leuk nagellak gekregen. Echt toen ik hem zag, ik dacht, wow, die is zo leuk. En ik heb deze gekregen. Vind ik ook een heel leuk kleurtje. Een mascara van Essence. Zo ziet het borsteltje eruit. Ik heb hem nog niet gebruikt. Een hele leuke lipstick van Essence. Het is een matte en het is een 01. Ik heb hem eigenlijk nog helemaal niet gezien hoe die eruit ziet. Hij ziet er zo uit. Echt een heel leuk kleurtje. Dan heb ik ook nog een L'Oréal Paris.
lipstick. Die moet je zeg maar zo draaien en dan die zo sponsje en dan... En hij ziet er zo uit. Ook heel erg leuk. En dan heb ik het oogschaduwpletje. En die gaat bij mijn Essence palet. Hij ziet er zo uit. En ik heb nog eentje gekregen. Deze. Ik moet hem alleen nog heel even uit de verpakking halen. Deze kleur. En bij Isipari kreeg ik dit luchtje van C.G. Georgie Harmonia of zoiets. En ik heb echt iets heel leuks. Deze My Heart Makeup Triple Break It Longer. Sorry als ik het verkeerd uitspreek. Ik ben zo slecht op Engels. Zo ziet hij eruit. En zo ziet hij er van binnen uit. Laat natuurlijk zeker even weten of ik deze moet testen. En dan doe ik dat. Ik ben dus iets vergeten op te nemen. Ik heb ook nog dit hoesje gekregen. Dit hoesje komt volgens mij van telefoonhoesjes.nl of zoiets. Er staat op Cold Night Larry Sweet Aromacy Chocolate en Jew. Dus dat betekent koude nacht, lange sweeter, warme thee, chocolade en jij. Dus mijn telefoon. Ik vind hem echt heel erg leuk. En ja, zo ziet hij aan de voorkant eruit. Ja, ik ben er echt heel blij mee. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Dan tik een duimpje omhoog en abonneer dus eventjes hier beneden. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!